Hoi en super dat jullie kijken naar een nieuwe video. Na lange tijd ben ik weer terug, want in deze video ga ik mijn nieuwe hondje, die ik nou onderhand al 2 jaar heb, Lulu, voorstellen. En ze is heel druk. Kom eens hier. Oké, dit is ze. Lulu heet ze. L-O-U-L-O-U. Jongens, je kan ook Lulu schrijven, maar het is Loetje. Hè? Bijna als je een Loetje of druif, ik weet ook niet waarom. Maar vooral Loetje of Lou, gewoon afgekort. Ja, het is een kruising poedel Sheltie. Ze heeft hier een schattig wit dingetje. Ja, en de voetjes zijn aan de onderkant ook nog een heel klein beetje wit. Verder, ja, ze wordt een klein beetje grijs. Loetje, kom even bij de video blijven. Kijk. Verder, ja, ze wordt een beetje grijs. Ik weet niet of jullie het ook op camera kunnen zien. Ik denk het wel, want ze is niet pikken zwart. Hè? Ja, wat ik met haar doe, ik doe agility met haar, dogdancing. Ze kan echt super veel leuke kunstjes. Ja, ik doe er zelf trimmen. Dat vind ik ook echt super leuk om te doen. Ja, ze heeft best wel, best wel een vacht die goed onderhouden moet worden. Dus ja, eens in de 2 à 3 maanden, dat is wel een beetje lang, scheer ik er en knip ik er. Ja, ik was er 1 keer in de 3 weken, omdat anders kom ik niet meer goed door de vacht heen. En dat vind ik zielig, vanwege de klitten. Ze is nu dus 2 jaar. Dus echt nog een kleine poepie, hè? Ja. en ja, ik kan er iedere dag... wat kan ik nog meer over je vertellen? Ik kan wel eventjes wat kunstjes laten zien. Zullen we dat gaan doen? Ja, pak ik even wat koekjes en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Zo. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien, maar ik heb hier dus koekjes. Oh, daar komt een ander hondje ook aan. Ik ga nu even iets dichterbij, dan zien jullie haar beter, alleen mij iets minder. Maar even kijken, Lutje kusje. Kijk eens wel hoe het zit. Dan mooi voor de camera. Zit. Spin. Goed zo, Jim. Goed zo. Nou, ze kan door mijn voet heen. Kom maar. Opletten. Goed zo. Goed zo. Door. Kom maar. Goed zo. Kijk, ze kan door mijn armen heen. Oh, ik moet wel eerst een brokje opeten. Goed zo. Kom. Goed zo. Kom. Ja, kan je ook over mijn been? Kom, goed zo, over mijn been. Goed zo, schatje. Zo, ik weet niet of jullie dit gaan zien op beeld, maar ze kan ook rollen. Ik denk dat jullie het een klein beetje zien. Jullie zien nu alleen de rug. Kijk, zo. Zo. Beetje long. Ik ben nu bezig met tussen, dus kom maar even op. Tussen. Oef. Dat vind ze nog een beetje moeilijk. Daarom doe ik het ook langzaam. Zit. Goed zo. Poot. Kan je niet poot geven en eten gelijk? Potje. Goed zo. Die potje. Goed zo. Ze krijgt gewoon 100 brokjes trouwens. Wat kunnen we nog meer? Oh ja, we kunnen misschien wel spieken. Dat vind ik ook leuk. Kunnen we spieken? Spieken. Goed zo. Knappie. Ze kan denk ik ook nog wel even wat hoger spinnen hangen trouwens. Kom maar. Wil je wel een aanloop nemen, schat? Heel soepel dit. Loetje, je weet gewoon wat we gaan doen. Kom. Ja, goed zo, meisje. Kom maar. Ja, goed zo. Oh, daar komt Limi. Hey, ik wil ook even gedag zeggen. Oh, ga lekker voor de camera staan, Lie. Nou, Lie, kom. Kom, Lie. Lima, kom. Jij hebt een koekje. Oh, heel... hier. Is je nou wel? Goed zo. Ja, Lima die heeft een beetje last van haar tandjes. Lima heeft een beetje last van haar tandjes. Echt heel... Heel die kool, schat. Ja. Maar dat zijn een beetje een aantal kunstjes die zij al kan. Hier is ze nog even in de sun. Doet. Ja, en hier is Limi. Misschien is het ook wel leuk als ik haar even een klein beetje voorstel. Limi, kom eens. Goed zo. Kom maar. Kom je ook even? Het is ook lang geleden dat de mensen jou hebben gezien. Hey, Droppie. Nou, dit is Limi dus. Limi is nou, of Lima heet ze eigenlijk, maar ik noem haar Limi vaak.
Maar Lima is dus 7 jaar onderhand. Ja, het is een. Ik weet niet wat voor ras het is. Want we hebben er in het buitenland, in Spanje, hebben we er geadopteerd. Dus het is een echte Spaanse chica. Maar ik denk dat er iets van een langhaarige tekkel, vlinderhondje of chihuahua of zo in zit. Ook de karakter gezien. Hè? En ze is bruin met zwart en wit. En ze is heel lief. Ze wordt met de jaren liever. Hè? Ja, want eerst was ze nog een beetje onvoorspelbaar. Kon ze wel eens bijten als je er ging oppakken. Maar ze is super lief. Ja, vreemde mensen vinden ze nog wel. Ja, niet zo leuk. Of ja, vrienden of weet ik veel wat. Maar nu mijn moeder, Ton, eigenlijk moet het andersom zeggen, mijn naam het laatst. Maar daar is ze nou wel echt heel lief tegen. En verder, ik denk dat wat jullie een beetje kunnen verwachten in mijn video's is, ja, ik speel nu gitaar, maar ik weet niet of ik dat in video's ga doen. Maar ja, dat doe ik dus. Ik ga beginnen met mijn trimopleiding nu, hondentrimopleiding. Dus in de toekomst waarschijnlijk trimvlogs, of trimvideo's van honden. Als de baasjes dat goed vinden natuurlijk. Hondenvideo's, hoe leer ik trucjes aan, dat vind ik ook wel leuk om op te nemen, dat ik een video maak per trucje. Die ze duren dan wel waarschijnlijk gewoon wat korter, maar ja, dat ik kan, gewoon een beetje wat ik vroeger deed. Misschien kledingvideo's, routines, dat soort dingen. Ik heb mijn cavia's heb ik niet meer, die heb ik een hele leuke man gedaan, die de hele tuin had ingericht voor cavia's. Ik vond het echt helemaal geweldig, het is echt super leuk. En de vrouwtjes zaten apart van de mannetjes. Dus niet dat ze de hele tijd kinderen krijgen. Dus dat zou ik echt niet fijn vinden. Dat zou ik ze ook houden. Ik heb ze ook pas weggedaan toen ik echt een tophuisje had gevonden voor ze. Want ja, ik hield ook van mijn cavia's. Dus ja, die wil ik wel goed achterlaten. Die heb ik denk ongeveer 2,5 jaar gehad. Meestal ben ik van dier aanschaffen, moet je ook tot het eind houden. Maar ik was echt super benauwd werd ik van die beestjes. Dus een beetje allergisch. Ook omdat ze op mijn kamer stonden. Dus echt helemaal niet gezond. Kom je ook nog even gedag zeggen? Ja. Ja, en mijn droom is natuurlijk weer iets heel anders. Maar ik wil dus heel graag een eigen paard hebben. Eigen paard wil ik. Of pony. En misschien gaat dat in de toekomst ook gebeuren. Over 2 jaar of zo. Want mijn ouders zijn ook een beetje. Ja, mijn moeder en de vriend van mijn moeder zijn een beetje aan het kijken naar een nieuw huis. Een boerderij willen ze heel graag wonen. Waar ze dan een bedrijf neer kunnen zetten. En dan met staller erbij. Heel veel grond. Zodat hij daar zijn ding kan doen. En dan dat er ook een huisje voor mij komt. En dan is de kans om een eigen paard al veel groter. Omdat je natuurlijk dan geen stalling zelf moet betalen. Geen dingen, alleen paard, onderhoud, voer, dat soort dingetjes. Dus wie weet dat ook nog. En ik film trouwens met mijn telefoon, ik heb geen camera. Dus dat komt misschien ook nog ooit in de toekomst als ik echt het vloggen weer helemaal op ga pakken. Dus hopelijk hebben jullie genoten van deze eerste vlog. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen. En vergeet vooral niet te abonneren. Hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!